De vier zonen van Dordrecht werden in 1918 geboren en hebben ieder op hun manier veel betekend voor deze stad. Pianist Cor Smolster kwam in 1942 als muziekleraar naar Dordt. Hij werkte ook als componist en dirigent. Veel waardering is er voor zijn bijaardmuziek. Kees Budding was schrijver, vertaler en een verwoed schaker uit Dordt. Dordt, wat zal ik ervan zeggen? Ik ben er geboren. Het Budding-genootschap beheert zijn artistieke nalatenschap. Aart Alblas was verzetsheld in de Tweede Wereldoorlog en werd uiteindelijk gefuseerd. Als meest onderscheiden Dordtenaar prijkte zijn naam op een schip van de Koninklijke Marine. Als kind wist Otto Dikke al heel zeker: ik wil tekenaar worden. Aart en Otto groeiden allebei op in de Prinsenstraat. Als kind hebben zij misschien wel met elkaar gespeeld. Maar Otto was een schetser. Iemand onderweg en die tekende. Alles wat los en vast zat, tekende die gewoon. En dat is toch iets anders dan wanneer iemand zich terugtrekt in de studio. Hè, of in een atelier en mooie dingen maakt. Ik teken misschien wel snel, maar dat valt reuze mee. Je tekent in een bepaald ritme. Hè? Heel rustig, zoals je schrijft, zo teken ik eigenlijk. En niet als een wilde man hoor. Dat hele wilde en dat hele snelle, dat imago moet er maar een beetje af. Otto woonde in een mooi groot rivierenhuis. Het was een fantastisch huis. Heel mooi en ruim. Otto's vader had een grossierderij. Tijdens de oorlog 40-45 speelde het ouderlijk huis van Otto een vitale rol. Hier staken de Duitsers ons familiehuis aan de Bomkade, vlakbij de Grote Kerk, in brand. Als represaille in verband met een verzetsdaad. Nou, ik stond hier te kijken, want het was afgezet, dat het huis in brand zou gestoken worden. Uit de hoogste handgranaat en benzine erin, en toen zorgde de brand. Maar de brandweer mocht dat blussen, maar het huis moest branden. Tot aan de grond toe. In 1945 betrok ik mijn atelier in Pictura. Het was toen nog helder en leeg. Kijk, ik heb alle jaren na de oorlog heb ik hier zitten tekenen voor allerlei bedrijven. Het is begonnen met de radiogids van de VARA. Ik zoek het atelier van Otto Dikke, weet u misschien wel. Ik heb de sleutel van beneden gekregen, maar ja? Waar ja. Ergens? Toevallig weet ik sinds gisteren zeker waar het is, want ik wist dat tot voor kort niet, maar dat is dus hier. Prima. Zo, dit is dus het atelier van Otto Dikke. Ja, dit was het atelier van Otto Dikke. Alleen toen hij dus zat, waren die balken nog bruin. En het is leuk, want ik heb gisteren een gesprek gehad in het Dordrechts Museum waar een tentoonstelling komt van Otto Dikke in december. Hij is een van die zonen van Dordrecht. Ja. En toen heb ik een foto gezien van Otto in dit atelier, waarin hij aan deze tafel, maar waarin hij aan een tafel zit. Mm-hmm. Het uitzicht naar buiten natuurlijk, het is heel mooi licht in het atelier. Dus er zijn heel veel mensen hier actief geweest in Pictura? Ja, zeker. Alle ateliers waren bezet en mijn vader Loetenbos die is dus na de oorlog hier gekomen. Otto Dikke, Toosneger, beeldhouwster, Hans Petri, beeldhouwer, Philip Kouwen, ongelooflijk goede tekenaar. Ja, Otto dus. Andere namen schieten mij niet even te binnen, maar ja, Kees Budding later. En met elkaar was het een ongelooflijk levendige boel. Ze hebben zelfs een cabaret opgericht met elkaar, het schilderscabaret De Pepper. Dus ja, en dat heb ik ook gisteren gehoord van zijn zoon Henk. Die heeft hier tot
ja, tot hij eigenlijk niet meer naar boven kon lopen. Met ongelooflijk veel plezier gewerkt. Het is alweer heel lang geleden dat ik Otto Dieck leerde kennen. Het was in 1976. Het eerste boek, dat was een album. Noem haar lichaam bij de naam. Otto Dieck is ook bekend geworden door figuurtekeningen, naakten. Die tekeningen lagen er al bij stapels. En de gedichten die ik schreef bij de tekeningen, die kwamen niet in drukletters, maar in het handschrift van Otto Dieck. En dat gaf een hele mooie eenheid, niet alleen van inhoud, maar ook gewoon stilistisch van tekening en tekst. Wat Otto het liefste tekende, nou, daar kom je nog moeilijk achter. Maar ik vermoed toch landschappen. Het landschap waarin hij zelf groot was geworden. Maar hij had dan een dochter die woonde in Uffelte. Nou, heel veel tekeningen, dan logeerde hij daar, maakte hij in Uffelte. Maar het landschap. Ja, ik ben heel graag, laat me zeggen, in de Altblasserwaard gewoon. Hè, in die stilte van die polder. Of langs de rivieren en de dijken en zo. En we hebben een schitterend landschap rondom Dordrecht. Dat is heel fijn voor mij om te tekenen. Ik ben hier geboren in Dordt, aan de waterkant. En ik denk dat dat nog een rol speelt in je latere leven. Ik zie graag water, ben graag aan de rivier. En dat teken ik. Ik herinner me ook dat in Dordrecht, nee, maar had je ook projectontwikkelaars in zijn tijd. En die wisten de gemeente van te overtuigen, dat moet weg en dat moet weg. En Otto protesteerde dan en dan tekende hij zoiets. En zei, weet wel wat jullie nou op het spel zetten. En dan wist die mensen er ook wel eens mee te overtuigen. Een paar huizen voorbij Pictura was Café Louvre. Veel Pictura-leden kwamen daar. Tot de rituelen behoorde een partijtje biljart met goede vriend Kees Budding. Maar ook het dagelijks telefoontje rond 9:00 's ochtends. Kees belde dan zijn tekst door van hun strip Specky en Blackie. Tijdens dat telefoongesprek werd er al druk getekend. De strip is jarenlang in de krant verschenen, later ook gebundeld in boekjes. Dieren tekenen, dat moet je wel snel doen, inderdaad. Kinderen ook, kinderen bewegen en die lopen rond. Dat wat er van overblijft van de tekenen zijn hele directe schetsen. Hè? Waarvan de ouders misschien wel eens zeggen, ja, het is wel leuk getekend, maar het is mijn kind nog niet. Dat kan ook haast niet anders. Kinderen die rondlopen, kan je zomaar niet tekenen. Hè? Dus ik heb de laatste jaren de gewoonte om een aantal schetsen van die kinderen te maken, maar wil men een wat uitgewerkte portretje, dan zal ik toch ook een paar foto's van die kinderen maken. En dat doen. Dan moeten dan wel mijn foto's zijn. Ik kan niet zo makkelijk naar een andere foto tekenen. Moet zelf maken, zelf gezien hebben. Dus dat is een hulpmiddel. Nou ja, dat wordt wel meer gebruikt. Zelfs Breitner gebruikte dat. Ja. Dordt blijft uitnodigen om te tekenen. Een van de mooiste gezichten is een blik op de grote kerk. Otto vond het gewoon heerlijk om voor zichzelf te tekenen. Met een beetje geluk werd de sfeer nog extra bepaald door bijaardmuziek van Cors Monster. Het zijn ook de tekeningen die gevraagd worden door mensen die Dordrecht verlaten. Maar wat weinig weten, dat hij ook heel mooi piano speelde en op zijn atelier stond de spinet. Hij kon geen noot lezen, maar tussendoor, als hij even iets anders wilde, dan ging hij achter dat spinet zitten en dan improviseerde hij. Hij kon wat hij hoorde op de radio, kon hij van Bach, hele stukken. En wat hij voor zich zag, weet ik niet, maar hij speelde het. Bij huisconcerten van de familie bleef het potlood niet liggen. Vriend Cors was er ook vaak bij. Verslaving is het ook een beetje. Ja. Hè? Het moet. Als ik een pen in mijn handen heb, dan schrijf ik of een brief of ik teken. Je blijft daar kijken, het verveelt nooit.